ligt dat nu aan mij of is het hier mega warm ineens? Wow, ik voel me zo slap. Hoe moet ik even zitten? Ik voel me een beetje vreemd. Sinds ik terug ben van de opvang, voel ik me heel raar. Een beetje slecht. Ik weet het niet. Oh man, ik heb het heet. Hoho. Misschien even naar beneden gaan. Dat is wellicht beter. Hier mag ik ook geen venster meer open doen. Wat ben ik? Zie ik dat goed? Wat doet Hanna daar? Zeg, Hanna, het spijt me. Papa zegt altijd dat ik gek ben, hè. Maar ben jij gek geworden? Hè? Wat is er dan, Julian? Wat doe ik dan? Merk je dit niet? Toch mega heet hier. Mensen zijn 30 of 40 graden en je ligt hier met een dikke deken? Oh man. Julian, dat klopt niet. Het wordt al winter. Het is hier hartstikke koud. Maar nu? Oh, het is koud. Waarom is het vandaag eigenlijk zo koud bij ons? En dan sta ik ook nog voor de koelkast. Oh, snel weer dicht. Dat helpt niet. Ik heb nog steeds koud. Misschien toch de verwarming maar eens aandoen. Dat wordt wel tijd ondertussen. Oh, kinderen, hebben jullie het ook zo koud? Ik vind het mega koud. Zal ik de haard anders aandoen? Oh ja, papa, ik vind het zo koud. Ik heb al een deken gepakt. Nee. Oh, die zijn knettergek hier. Papa, het is hartstikke heet. Waarom wil je de haard aan doen? Alsjeblieft, doe dat niet. Zeg, papa, we maken in de zomer de haard toch ook niet aan? Het is helemaal niet... Het is echt ontzettend warm. We hebben dat niet nodig, alsjeblieft, zeg. Ik zit me nu al kapot. En daarbij... Oh, het was echt een spanning om op te staan. Oh, dat is vreemd. Oh, Julian, jij bent vreemd. Vandaag echt heel koud hier binnen, hoor. Ik moet echt even de haard aanmaken. Oh ja, goed, doe maar. Maak mij dat uit. Kom maar met een goed idee. Ik heb al eens een nacht hier in de ijskast geslapen. Misschien als ik ervoor ga zitten, dat ik mij dan beter voel. Ah, dat is lekker. Oh, heerlijk. Oh, maar ik ben nog steeds zwakjes. Ik kan amper staan. Ik kan beter even gaan zitten. Oh, ik voel me een beetje duizelig. Zo vreemd. Julian, wat is dat nu weer? Doe die ijskast dicht. Het is al koud hier en dan laat jij de ijskast nog openstaan? Echt klopt iets niet met jou, Julian. Kom eens even hier. Laat me even voelen. Ja, je bent echt heet. Je temperatuur dan, hè? Oh. Net nu je moeder hier niet is. Oh, die weet wat te doen. Ze is jouw verpleegster. Ik ben er niet zo goed in. Oh, papa. Laat zitten. Laat toch. Het is al goed. Ik ben niet ziek of zo. Ik heb het gewoon warm. Ik voel me zo slapjes. Ik ga gewoon naar boven. Oh, ik heb het heet. Ah, maar ik heb een super idee. Top. Misschien kan ik koud douchen of zo. Maar misschien best met de kleren aandoen. Oh, dat was een lekkere koude douche. Maar mijn kleren kon ik niet aanhouden. Die voelde echt akelig aan. Vandaar mijn zwembroek. Het droogt me niet af. Zo is het goed. Verkoelend. Ja. Oh, zo gaat het wel. Ik voel me veel beter zo. Alleen, ik voel me zo. Waarom doen mijn voeten nu pijn? Mijn vingers? Oh, papa. Kan toch niet? Wat doe je daar? Moet dit echt? Hoho. Wat is er toch? Ik wil enkel de haard aanzetten. Ik snap het probleem niet. Het is hier mega koud. Oh, man. Julian, waarom heb je je zwembroek aan? Het is toch geen zomer meer? Waarom hebben jullie geen gewone kleding aan? Het is echt warm hier. Nou, ik heb net koud gedoucht en dat deed echt goed. Oh, ik zou echt niet koud kunnen douchen. Oh, maar nu heb ik ook vreemde pijn aan mijn keel. Oh, man. Hé, wat doe je? Ik wil niet knuffelen. Nee, wil ik ook niet. Maar Julian, je voelt het echt warm aan. En ik geloof, je hals is ook zo opgezwollen. Zeg, papa, Julian is geloof ik ziek, hoor. Ja, dat dacht ik net ook. Misschien heeft hij koorts of zo. Ik kan beter jullie moeder bellen. Dat lijkt me het beste nu. We gaan beter direct naar het ziekenhuis. Oh, wat te doen. Normaal zorgt Claudia hiervoor. Ik bel haar eerst even. Hallo, Claudia? Met Martin. Hoe gaat het? Hoe is het met oma en opa? Mooi. Ja, alles goed. Nou, ik geloof dat Julian ziek is. Ik weet het niet. Ja, precies. Hij voelt heel warm. Oké, thee drinken. Bedrust. Oké, prima. Dank je. Julian, het is ijskoud. De winter komt. Nu, het is heet. Nee, het is koud. Nu, het is geloof ik de heetste dag van het jaar. Ik geloof dat buiten zelfs al vriest. Het zal zo vast nog gaan sneeuwen ook. Och, Hanna, schij uit. Laat me gewoon met rust. Ga toch weg. Oh, Julian, niet duwen. Hé, geen ruzie maken nu. Julian, ik heb met je moeder gebeld. Je komt het beste met mij mee.
Oh, waarom? Gewoon meekomen. Oh, papa, ik vind het echt niet eerlijk. Hanna begon. Julian, waar heb je het over? Kom op, naar boven. Julian, allereerst doe weer je kleren aan. Je kunt hier niet zo rondlopen. Dat is gevaarlijk, zeker in jouw situatie nu. Hoezo, welke situatie? Zit gewoon thuis. Wat kan hier nu gebeuren? Julian, geen weerwoord. Oh, maar papa. Oké, prima. Doe de lange broek weer aan. En je sokken, hele dikke. Ja, zo goed. Zeg, papa, weet je hoe warm ik het heb? Papa, heel eerlijk, ik vind het echt niet eerlijk. Ik heb mega heet en nu moet ik in mijn kamer blijven terwijl Hanna begon. En nu moet ik op mijn kamer blijven. Julian, dat heeft daar niets mee te maken. Je hebt waarschijnlijk koorts. Vandaar dat je in je kamer moet blijven. Je moet je bed in omdat je koorts hebt. En dat is niet goed, dus je hebt bedrust nodig. Koorts? Ik? Dat is toch onzin? Hoe dat dan? Maar Julian, denk eens na. Je zegt steeds dat je het heet hebt. En je voelt je slapjes. Je hebt pijn in je hals. Het zijn allemaal tekenen dat je koorts hebt. Ik haal een kop thee voor je. Papa, nu ik ben gaan liggen, voel ik me echt slapjes eigenlijk. Ik denk niet dat ik ooit nog op kan staan. Oh man, ja, doe maar een kop thee graag. Oké, Julian. Rust jij maar fijn uit, oké? Dus zo voelt koorts aan. Oh man, Mia en Sarah hebben dat al eens verteld, maar... Oh, ik voel me zo slap.